Beste kiekers, ja, het ben drukke weken met al die nieuwe prinsen en prinsessen. Het is hard deurwerken voor onze cameraploeg en natuurlijk ook voor Ans en Batse. Nou, we gaan eens kijken of ze niet alleen deurwerken, maar ook een beetje deurzakken. Want vanavond gaat we naar de receptie van de deurzakkers. Ik wens jullie weer volle kiekplezier. En Geert, je bent er maar weer druk met. Hallo, niet toe. Fijne avond, Wieger, daar is al. Hé, hey, Wieger, daar zijn we weer. Bij het mooie clubje, de deurzakkers in de Sichels. We gaan eens even vanavond kijken bij die hele mooie receptie van prins Bally, adjudant junior en Breur. Wat voor aan Breur komt, ik weet het niet, maar het is wel op verder, op de Breur. Het is die Breur helemaal nog niet. Maar super, kom ik hier, gooi ik mee naar binnen, kom maar. Wat ik zeg, de wil is God. Maar ik ben niet te zeggen dat ik van je hou. Als je in mijn ogen kijkt, zit het vermoed. Dat was het. Een bijzonder geslaagde avond hier bij de deurzakkers. Batse was er helaas niet. Ik wens die kleine jongen verschrikkelijk van de beterschap. Want ja, ze zijn wel lastig van de puntjes. Maar, waarom ben je er vanavond bij? Ik heb Erman, ik met een naam. En ik heb Gertie met een naam. Jongens, kom eens in bij. En dan mogen jullie een keer een beeld en ook liefst jullie wachten. Ja, nee, maar ben bescheiden, dat weet ik toch. En dat vind ik als je de foto's maakt, dan hoef je het zelf niet op. Nee, maar we hebben geld van ons opdracht gegeven. Verkoop zoveel mogelijk van die mooie plakaten van ons. En wat heeft die jongen dan? Het is een echte penningmeester. We hebben zoveel vrienden gemaakt, ik zei het net. Ja, dat zijn allemaal vrienden van ons. Ja. Maar wie hebben wist dat ze wat kopen? Betaalde kennis. Ja, betaalde kennis. Ja. Maar in ieder geval, wie gaan er een end aan brengen? Gert giet naar huis, Herman giet naar huis, Gert giet naar huis, Hansje giet naar huis en Wieger die giet ook maar lekker naar bedden toe. Jongens, bedankt en tot de volgende keer. Hoi. Wij hopen dat jullie weer net zo genoten hebben als wij. Tot de volgende keer maar weer. Ajus.